Prezo is een manier van denken en werken om kwaliteit tastbaar en concreter te maken in de zorgsector. Het focust niet op protocol, systemen of richtlijnen, maar kijkt in de eerste plaats naar het resultaat van de zorgverlening aan de cliënten. Vanaf 2018 kunnen alle Vlaamse woonzorgcentra zich laten testen om ook kans te maken op het Prezo-keurmerk. Vandaag is een belangrijke dag voor zowel Perspect als voor Zorgnet Icuro, omdat we een nieuwe belangrijke mijlpaal slagen met het Prezo-keurmerk dat vandaag wordt gelanceerd. Het is het eerste keurmerk in Vlaanderen specifiek voor de ouderenzorg, waarmee organisaties die dat wensen hun excellentie in zorg en beleid kunnen aantonen. We zijn een aantal maanden bezig geweest met het uitwerken van een keurmerk en toen dat van de tekentafel kwam, zijn we op zoek gegaan naar pilootvoorzieningen waar we dat keurmerk konden gaan in een laatste fase uittesten. Van de vier die dat hebben doorlopen, krijgen er vandaag drie een keurmerk waar ze heel erg trots op mogen zijn. Je hebt altijd organisaties die de moed hebben en het lef hebben om als eerste te zeggen, oké, ik ga ervoor. En dat vind ik ook heel belangrijk als het gaat over Prezo en als het gaat over een traject wat uiteindelijk leidt tot een keurmerk, is dat het gaat over die intrinsieke motivatie. En ik vind het heel mooi als organisaties daar de moed hebben om zich kwetsbaar op te stellen en als eerste te willen zeggen, oké, kom maar kijken. Ik laat wel zien. In 2016 kregen we de vraag om mee te doen aan de piloot audit eigenlijk. En we voelden op dat moment dat we er nog niet echt klaar voor waren. Wat eigenlijk wat kwadwatervrees op dat moment. Maar onder andere de raad van bestuur zei van ja, doe maar mee, je kan er maar uit leren. Je kan de knelpunten als die er zijn, kan je dan maar meenemen. En we hebben dan ook meegedaan. We hebben daar ook heel wat punten en werkpunten uitgehaald. We zijn daarmee aan de slag gegaan. En we staan nu op het punt eigenlijk dat we dit jaar in juni een heraudit gaan wagen of gaan meedoen. Ik denk dat door het lanceren van het keurmerk dat er een nieuwe boost aan het project wordt gegeven. We merken dat in elk geval ook aan het feit dat er heel veel organisaties geïnteresseerd zijn en naar hier komen om daar naar te luisteren, maar ook vragen stellen rond wat zou dat voor ons kunnen betekenen. Dus dat is goed en we denken dat dat een nieuwe vaart gaat geven aan het project. We hopen ook dat zoveel mogelijk organisaties op verloop van tijd, wanneer ze er zelf klaar voor zijn, wel iets zien in die externe toets die een Prezo-audit hen oplevert.